Welcome to my channel, First Up Channel. Let's go! Ja, dan gaan we van Tonga een paar duizend kilometer naar het westen voor onze serie over vergeten conflicten. Vandaag kijken we naar West-Papua, waar de strijd teruggaat naar 1969. West Papuans actually say that what they're experiencing is a slow motion genocide. It's not a genocide that's taken place, you know, within kind of a 5-year period, but it's something that is systematic and it's widespread. Ja, het is een van de langst slepende conflicten ter wereld. En het draait allemaal om Indonesië aan de ene kant en de West-Papua's aan de andere kant. Formeel, als we inzoomen op die eilandenarchipel, dan gaat het om een provincie van het moederland Indonesië. Maar de oorspronkelijke Papua-bevolking beschouwt het als een bezetting. De Papua's worden namelijk systematisch onderdrukt door het Indonesische leger en de politie. De geweldloze Free Papua Movement, maar ook gewapende guerrilla-groepen, verzetten zich hiertegen. En tot nu toe zijn hierbij naar schatting tussen de 100.000 en 500.000 Papua's om het leven gekomen. Exactere cijfers ontbreken, omdat Indonesië geen onafhankelijk onderzoek toestaat. Op het plein in Den Haag wordt herdacht dat Nederland precies 60 jaar geleden de morgenstervlag aan de Papua's overhandigde. De vlag stond symbool voor de onafhankelijkheid die de Papua's door Nederland was beloofd. Ik wil terugblikken op de troonrede van Weile koningin Juliana van september 1960. Citaat. Nederlandse Nieuw-Guinea zal het komende jaar een belangrijke nieuwe fase in zijn ontwikkeling naar zelfbeschikking ingaan. Maar het loopt anders. 60 jaar later is dit de dagelijkse realiteit. Indonesische ordentroepen die een hardhandig einde maken aan een van de talloze protesten voor onafhankelijkheid. Het geweld tekent het conflict tussen de Papua's en Indonesië. Een conflict dat zijn oorsprong vindt in het Nederlandse koloniale verleden. Wat Indonesiërs en Papua's gemeenschappelijk hebben, is dat zij dezelfde kolonisator delen, Nederland. En daar houdt het eigenlijk op. Want cultureel, etnisch verschillen wij zoveel van elkaar. Ondanks de woorden van koningin Juliana komt West-Papua toch onder Indonesisch bewind. De Verenigde Naties eisen nog wel dat de Papua's uiteindelijk hun eigen toekomst kunnen bepalen. Een omstreden referendum volgt, waarbij nog geen 1% van de bevolking mag stemmen. Zij kiezen, onder zware intimidatie, voor aansluiting bij Indonesië. Maar de bevolking weigert de uitkomst te erkennen. Wat volgt is een strijd die tot de dag van vandaag voortduurt. The Indonesian state has a very strong military. Most West Papuans are committed to achieving self-determination via non-violent means. They have hardly any weapons. So the weapons that they do have been stolen from the Indonesian military or are traditional weapons like bows and arrows. Nou, hier een fotolijst met ons vader, Arnold Ab, samen met zijn vrienden ergens in Papua. Helaas is hij vermoord door het Indonesisch leger, omdat zijn protestliederen heel veel Papua's inspireerden. De strijd duurt al bijna 60 jaar lang. Hoe lang kunnen jullie het nog volhouden? Niet lang meer. Als we de cijfers zien, die zijn zorgwekkend. Ik denk dat mijn generatie de laatste kans heeft om verschillende situaties te brengen. En dat is ook, denk ik, het momentum wat onder de Papua's leeft. Als wij het niet doen, dan hebben wij geen toekomstige bestaan meer. En waarom niet? Omdat wij nu al een minderheid zijn in ons eigen land. En het geweld gaat door, de transmigratiebeleid gaat door. En die combinatie samen, dus de geweldslachtoffers en de transmigratie, zorgt ervoor dat we worden uitgedund. Daarvoor is die genocide waar we het over hebben en die verdunning van ons volk zorgwekkende cijfers. So the majority of the massacres that have taken place have been in the highlands of West Papua. And the highlands is where you have the highest ratio of indigenous to non-indigenous Papuans. And so this shows that the massacres are taking place as an attempt to intimidate
and to exterminate part of the population where the indigenous population is highest in West Papua. Nou, we zien hier het Indonesische leger militairen vanuit een helikopter op willekeurige dorpen schieten. Ze zien niet eens wat er loopt, maar ze schieten dus gewoon in het wild rond. De militaire actie is een vergelding voor de moord op een hoge Indonesische generaal door Papua guerrilla-strijders. Up to 200 people have lost their lives because of that indigenous West Papuans, and in excess of 44,000 West Papuans have been displaced from Nduga Regency, have been forced to flee their homes for fear of their lives. Hier ligt het antwoord op de vraag waarom Indonesië West-Papua koste wat kost wil behouden. Met al zijn grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen is het de rijkste provincie van de hele archipel. De grootste goudmijn ter wereld ligt in dit gebied. En de exploitatie hiervan is niet zonder gevolgen. Dat betekent in feite het verdwijnen van hun leefgebied. Het verdwijnen van hun manier van leven, hun cultuur. Dat wat eeuwenlang in harmonie met die leefomgeving is gebeurd, met de natuur, dat is verdwenen, dat kan niet meer. Members of the Indonesian government have at times stated that West Papuans would be better off going to the moon if they wanted a place of their own, because Indonesia is purely interested in the resources and the territory of West Papua. De internationale gemeenschap is terughoudend in het uiten van kritiek op Indonesië. One of the main reasons is that Indonesia is very vocal about its sovereignty and territorial integrity. It arcs up whenever another country brings mention about human rights abuses in West Papua. So countries who want to stay on an even keel and to keep good diplomatic relations with Indonesia don't want to interfere. De vlag is officieel verboden door de Indonesische overheid. En voor iemand die de vlag hijst in de openbaarheid staat een gevangenisstraf van 15 jaar boven het hoofd. En dat is schokkend, want dit is de vlag die we ooit van Nederland hebben gekregen en ja, die de Papua's met trots dragen. Ons hoop en ons droom valt samen in die vlag. Ja, we hebben natuurlijk de Indonesische ambassade om een reactie gevraagd, maar die bleef ondanks herhaald verzoek uit. Morgen de volgende aflevering in deze serie over vergeten conflicten. En dan gaan we het over J.